deze is abnormaal. Ik dacht dat ik dood was, dat ik gevallen was. Maar toen hoorde ik uw stem. En ben ik toch vanzelf helemaal tot hier geraakt. Niet zoveel zeveren, hè, makker. Beseft je wel tegen wie dat je het hebt? Rustig, Eddy. De meeste venten die hier binnenkomen zijn versleten tot op de draad, terwijl deze hier... Ah. Zeg eens, kerel. Zeg jij onderweg naar hier? Toevallig of minder toevallig? Een soort van onuitsprekelijk, griezelig, naargeestig monster gepasseerd dat ze noemen Fra Diavolo? Diablo, Diablo, Diablo. Waar ben ik hier ergens eigenlijk? Jij bent wel gekomen in het strafste bordeel van heel Vlaanderen, jongeman. Gisteren was die nog open deurdag. Daar hadden we erbij zijn. Hey, niet dat het zo'n vette was, maar allez. Een bordeel? Of een wachtzaal, daar trekt het ook op. Ja, dat is jammer genoeg een feit, ja. De wachtzaal van een dooiend tandarts. Al een jaar en een half zitten wij hier. De bedoeling is dat Fra Diavolo, dat is mijn pa, de bedoeling is dat hij voor ons een lied zingt. En dan zal alles goed komen. Zo simpel. Maar niet zomaar een of ander lied, hè? Nee. Zeker niks van Corrie en de Rekels. En samen met Gina Divina. Dat is ook belangrijk dat ze dat samen zingen, dat lied. Wie heet er nu Gina Divina? Aangenaam. Als zij twee, Diavolo links en Divina rechts, speciaal voor ons dat ene unieke lied willen zingen. Een onbeschrijfelijk wellustig mensenlied over liefde, adoratie en genot. Dan zal dat gordijn hier open kunnen. Jezus, dat gordijn. Wat is dat dan voor iets, dat gordijn? Ik bedoel, wat is er dan eigenlijk achter dat gordijn? Ah, je praat erover en ik kan al niet meer stoppen met bibberen. Dat is wat een drak. Als dat gordijn weer eens moest open kunnen. De kassa die zou rinkelen. Alle man die daar hier ooit vertrokken is, zou hier direct terug binnenstaan. Ja, dat wil ik wel. Verdomme, mijn snikkel, die heeft onderhand al spataderen van recht te staan. Maar wat is er dan eigenlijk achter dat gordijn? Het ding is, Fra Diavolo is depressief. En zonder hem beweegt er niks. Hij is in de buurt, maar hij wil niet binnenkomen. Soms dan stikt hem zijn kop door de schouw. En dan doet hem zijn mond open. Om ons uit te schellen of ons af te blaffen. Muziek komt daar niet meer uit. Zuur en beef, zelfs als de noordenwind waait, hoor je nog al door zijn echo die kraait. Diablo, Diablo, Diablo. Diablo, Diablo, Diablo. Ik blijf deze niet doen, hè. Diablo! 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 Goedemiddag. Ik denk niet dat uw man mij sympathiek vindt. Dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat hij mij graag mag. Dat zou wel iets goed kunnen. Hier aan de deur deed hij vijandig. Hij gaf me geen hand, hij zei geen goeie dag. Is dat uw pa? Ja. Is dat uw vader? Ja. Ik denk niet dat uw pa mij sympathiek vindt. Ik denk niet dat hij mij graag ziet. Dat hij mij graag ziet. Bijvoorbeeld, als ik een grap vertel. Lacht iedereen, hij niet. Hij heeft geen gevoel voor humor. Wat is dat hier vanavond voor een katholieke leuter? En dat vind je daar? Mag dat hier wel binnen? Precies een mislukte kleuter. Er valt hier vanavond
dus weer totaal niets te beginnen. Ah. Ik heb het gevoel dat onze pa u niet sympathiek vindt. Dat zei ik toch al. Ik weet het wel zeker. Hij ziet u liever gaan. Dat had ik al begrepen, maar de vraag is dan... Hoe zou dat toch komen? Wat heb ik die man misdaan? Misschien houdt hij niet van uw zangstem. Dat is... Of luistert hij alleen naar je? Misschien komt het omdat je zo aantrekkelijk bent. Ah, ja! Hij is jaloers op uw succes. Gina Divina, jij bent Gina Divina. Aha. En die Fra Diablo, dat is jouw man. Aha. En die jongen achter die tafel, dat is jouw zoon. Ja. Wel, uw man. Ik denk niet dat uw man mij sympathiek vindt. Maar dat is niet zo heel erg. Want ik denk ook dat ik jouw man niet sympathiek vind. Ik denk wel dat ik dit publiek sympathiek vind. Zullen we dan eindelijk zingen, Sjoe? Jij en ik. Zoals vroeger. Zoals altijd. Zullen we dan eindelijk zingen van liefde, adoratie en genot? Kom aan, paken, leid ons in bekoring. En los ons van het goeie. Ik kan in mijn eik staan op het ontploffen. Ontploffen? Heb je ook al zo'n bommengordel? Ongelovige sukkels hier allemaal. Omdat jullie aandringen. Oké. Ik zal mijn stem verheffen. Yes. En meteen vanzelfsprekend ook dat onnozel ventje daar overtreffen. Maar op één conditie. Alleen voor deze compositie.